Van Helfteren, goed gespeeld. Maar dan moet die bal er wel in natuurlijk, John. Dat zijn vrij eenvoudige doelkansen. Smits. 5-2 Nederland, Rick Smits. Howard Lassoff, in Amerika geboren. Speelt in de Israëlische ploeg, al jaren eigenlijk. En de Israëli gaat een beetje aandringen. Het wordt 31 tegen 21. Schild. Smits. Maar Smits gooit hem erin en krijgt een fout eigenlijk, waar hij toch wel een beetje hulp van de scheidsrechters mag hebben. Van Rootselaar. 11 punten voorsprong voor de Nederlandse ploeg. Smits. Raak. 35-22 voor Nederland. Van Helfteren. Esveld. Van Rootselaar. Gewoon die bal rondspelen. Kijken of je een stapje dichterbij kan komen. Esveld. Hoekschot van Helfteren. Ja, 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 ja. De oude toon. Jamsi. En... nou, binnen 2 minuten is Israël bij. Nou, die dan? Nee hoor, het is veel te moeilijk om een lay-up te maken. Dat lukt absoluut niet. Jamsi, merci. Ik wil nog even zeggen dat het bij rust 24-43 was. Het is nu 38-43. 14-0 voor de Israëli naar rust. Israël gaat aansluiting zoeken. Dat is duidelijk. Maar het gekke is dat die ploeg ook speelt als een stapel natte kranten. Rosenberg. En daar is het nog 1 punt. Het is weer Doron Sheva van Maccabi Haifa die scoort. Nou, nu dan maar. 42-43. Van 19 naar 1 met stip. Rick Smits omhoog. En daar is de eerste score. Na 8 met nog 8:36 te spelen is het uitgerekend Smits die je maakt. 42-45. Van Noord ontvangt. De Waard neemt over. Smits omhoog. Smits raak. Is hij dan de man die de ploeg draagt met 4 persoonlijke fouten? Coach Scharf lacht. Maar ik weet niet wat je moet doen in dit soort situaties. In zo'n wedstrijd. Oh, Kuipers toch. Hoe kan je zoiets doen? Sheva. Sheva scoort. 60-59 Israël. 1 minuut nog. 1 minuut. Toon van Helfteren. Rick Smits. Omhoog. Balletje. Goed. 60-61. Smits. Lassoff. Als de Israëli missen is het heerlijk. Ik mag geen partij zijn. Maar je voelt zo met ze mee. 32 seconden nog. Lipin. Hou die verdediging dicht. Lipin. Kijken. Van Rootselaar voor Lipin. Nog 25 seconden. Daar gaat Sheva. Gaan die bal niet kwijt. 3 punten. Nee, 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 nee. Nederland balbezit. Time-out Israël. 1 punt voorsprong. En nog 19 seconden. Bal wordt zo direct ingenomen door Toon van Helfteren. Denk ik. Die staat bij de bal. Van Rootselaar moet zich melden en Kuipers moet zich melden. Die bal kan niet weg nu. Fout. Nu krijgt Israël de bal. Nu krijgt Israël de bal. Hoe is dit mogelijk? Dit kan niet. De Waard wordt over de lijn geduwd. Weer een time-out. Dit kan toch niet, jongens. Geef nou die bal aan iemand die hem vast kan pakken en vast kan houden. Nou, hou je kop erbij. Doe geen stomme dingen. Lipin heeft hem. 16 seconden. Israël zoekt. Jamsi gaat proberen. Heel belangrijk. 10 seconden. Lipin. Lipin krijgt hem niet. Hou Jamsi weg bij die bal. Daar gaat Jamsi. Hij gaat omhoog. Nog een keer. Bal is weg. Bal is weg. Nederland wint. Nederland wint. Het is gebeurd. Jamsi is dan toch niet de man die het kan maken. En er vallen nu 17 kilo van af als het er geen 19 zijn. Want zoiets mee te moeten maken is... het is zo gek. Het is zo bizar. En zo was het. U heeft het echt mee kunnen maken zoals het was. Zo kan basketbal ook zijn. Nederland heeft zijn overwinning.